In deze prachtige voorstelling van Hercules, die worstelt met een leeuw van Nemea, zien we Rubens' creatieve genie volop in actie. Voor deze scène inspireert hij zich op bestaande voorbeelden zoals van Raphaël. Tegelijkertijd zie je hem echt zoeken naar de ideale weergave van deze worsteling. Hercules heeft hierdoor drie benen gekregen. En links en rechts zie je Rubens in het klein nog enkele andere alternatieven uitproberen. Rubens werkt voor deze studie in rood en zwart krijt. Rood krijt is iets wat hij niet zo vaak gebruikt en meestal reserveert voor het weergeven van naakte lichaamsdelen, zoals hier de torso van Hercules.